dit is de dubbelglas van de BBD. Hey, mam. Nee, ik had een toets, dus mijn telefoon zit op stil. Ik versta je niet, hoor. Ga maar. Huh? Waar heb je het allemaal over? Wat is er aan de hand? Wat? Wat zie je? Nee, zeg het even rustig, want ik ver... Oké, ik kom eraan. Mevrouw, ik voel me echt niet lekker. Ik heb hoofdpijn, buikpijn, helemaal misselijk. Dus ik kan echt het beste gewoon naar huis gaan. Ja, ja. Of komt het toevallig omdat je niet zo goed hebt geleerd? Mevrouw, ik heb wel geleerd, maar ik voel me gewoon niet lekker. Je suis très malade en je voudrais maison. Kom op, wilt u dat ik ga kotsen of zo voor de klas, voordat u me gelooft? Nee, dat hoeft nou ook weer niet, maar... Oké. Nou, als het heel dringend is, dan moet je maar naar huis. Is goed, dank u wel. What's in your head? Zombie, zombie, zombie. Hallo? Oh, hey schat, je bent er al. Wat leuk. Wat ben je aan het doen? Dat zie je toch? Je was net helemaal aan het huilen en aan het flippen aan de telefoon. En waarom stuurt de huisbaas je eigenlijk zoveel brieven? Leg terug. Die zijn van mij. Moet je ze dan niet een keertje gaan openen? Nee. Oké. Ben jij aan het spijpelen? Je weet hoe ik over spijpelen denk, hè? Ik heb me ziek gemeld. Ziek? Je bent helemaal niet ziek. Nee, en jij bent helemaal niet in paniek. Nee. Nee, nou, succes nog met die pannenkoeken van je. En bel me niet als ik een toets heb. Ja, Puk. Je bent weer beter. Ja, en ik vroeg me eigenlijk af of ik de toets even mag maken van vandaag. Ik had echt geleerd namelijk. Ja? Gaat het niet goed met je moeder? Nee, het gaat prima. Ze heeft gewoon een beetje stress. Niet alle ouders bellen hun kind tijdens schooltijd om ze naar huis te halen. Ga maar zitten. Dan mag je die toets doen. Oké, dank u wel. Ik kon echt niet slapen door die brieven. Ik bleef maar denken waarom mijn moeder die huur niet gewoon betaalt. Oh god, Puk, ben je nog wakker? Waarom ben jij zo laat? Sinds wanneer maakt jou dat iets uit? Sinds ik de brieven van de huisbaas heb gelezen. Je hebt wat? Ja, waarom betaal je de huur niet? Straks moeten we ons huis uit, oké? En dan? Waarom word ik eigenlijk zo overhoord midden in de nacht? Ik wil gewoon dat alles normaal is. Dat ik gewoon in een huis kan wonen zonder dat ik bang hoef te zijn dat we eruit worden gezet. Dat ik gewoon in een eigen bed kan slapen en dat jij s'avonds thuis bent. Zodat ik me geen zorgen hoef te maken over waar je allemaal bent. Nou, dat is echt helemaal nergens voor nodig. Ach, waarom ben je niet gewoon normaal? Puk, ik ben er klaar mee. We zijn echt onafscheidelijk van elkaar, hè? Hey, ik vertel alleen wat ik zie, hè? Kunnen jullie misschien niet even zoenen? Hier. Bro, wat zeg je allemaal? Nou, wat ik zeg is dat jongens en meiden geen vrienden met elkaar kunnen zijn. Wat lach je nou weer? Waar slaat dit nou weer op? Nou, dit slaat wel ergens op. Dit is zo raar, hè? Dat is algemeen bekend. Hetero jongens en meisjes kunnen geen vrienden met elkaar zijn, toch? Ja, ja, ja. Voor jullie zien jullie tijdschriften liggen en daar gaan we een collage van maken. Miuna, wil je met mij? Daar is het. Weet u waar mijn collage van Yuna hangt? Hangt die er niet tussen? Dat is wel raar, want je hebt hem wel bij mij ingeleverd. Precies, daarom. Wacht, ik kijk even. Nou, ik heb hem gevonden, Amir. Vind je dit grappig? Wat? Mevrouw, dat heb ik niet gedaan. Ik zat te denken. Ik heb een idee. Kort, een gek hierom. Ik denk dat we geen vrienden meer kunnen zijn. Wat? Ja, ik ben gewoon bang dat gezeik nooit ophoudt. Dus je wilt stoppen met vrienden zijn? En al die zeikerts gelijk geven? Nee, we nemen zogenaamd verkering. Ja, ik denk dat we dan in één klap gewoon van al het gezeik af zijn. Ik vind dit zo'n raar idee. Maar ik trek het gewoon niet dat Tommy dan denkt dat hij gelijk heeft. Ja, maar wat is nou erger? Dat Tommy ons elke dag gaat irriteren, zolang we alleen maar vrienden zijn? Of dat hij één dag het even erin gaat schrijven dat hij toch wel gelijk had? En een ander voordeel? Dat we allebei aantrekkelijker zijn dan. Wat? Het is best wel algemeen bekend. Als je bezet bent, dus gewild door iemand, dan ben je automatisch ook aantrekkelijker voor anderen. Want bezet zijn is een soort van girl magnet. In jouw geval dan boy magnet. Oké. Maaike? Mami? Ja. Heb je het bij je? Hier. Dankjewel. Ben je doorgelekt?
Nee, ik was net op tijd. Gelukkig. Ik had dus ineens echt super erg kramp en heel veel rugpijn. Ja, ik wist gewoon eigenlijk niet goed wat het was. Maar ja, toen ging ik het dus opzoeken. En toen bleek het dus bij ongesteld zijn te worden. Jij beseft het geloof ik niet helemaal, hè? Wat? We zijn nu allebei ongesteld, weet je? Zo, kan dit theekransje nu worden beëindigd? Wat is er aan de hand? Is zij ons aan het bespioneren? Hé! Hey. Ik moest gewoon even plassen, dus ik ga toch naar les. Ho! Alleen plassen of samen plassen? Daar geloof ik helemaal niks van. Jullie moeten allebei nablijven, wegens spijbelen. Spijbelen? Ja, spijbelen. Ik had dus aan haar uitgelegd van ja, we zijn helemaal niet aan het spijbelen. Ik werd ongesteld en Romy ging dat maandverbandje aan mij brengen. En toen zei ze dat ze genoeg had van die ongesteldheidsmoes of zo. Ja, ik heb dus gezegd dat het echt zo is, maar zij geloofde mij niet. En ja, nu weet ik het niet, want nu moet ik nablijven. Ik heb met mevrouw Soares gesproken en ik heb alles uitgelegd. En jullie krijgen geen straf. Oké. Okay. Dat is toch hartstikke goed nieuws? Ja. Wat is er? Heb je daar heel veel last van? Nee, het is gewoon... Ik had me gewoon zo erg verheugd op deze dag. Gewoon de dag meemaken die elke meid gewoon elke maand beleeft. En nu is het gewoon verpest door een docent. En is het ook nog een stom ding geworden. En nog eens een stomme dag. Het is een mijlpaal. Dit is echt fantastisch. Ga het vieren. Ga wat leuks doen. Ja? Ja, maak er wat van. Het is een feest. Echt. Ja, volgens mij had nog nooit iemand eigenlijk een period party gegeven. Wat is dit? Ja, een period party om te vieren dat ik... ik heb toch tegen u gezegd dat ik niet loog. Sorry, ik heb een beetje snel conclusies getrokken. Fijn feest. Ja, dank u wel. Veel plezier. Wow, dit is echt goed gelukt. Ja, vind je? Ja. Ziet er top uit. Soms is het dus echt een voordeel dat Maaike zich niks aantrekt van anderen. Zij doet dit dus gewoon. Oh, lekker. Dit is echt precies waar ik zin in heb. Ik ben vandaag ook ongesteld geworden. Dit is echt precies wat ik nodig had. Dan zijn we tegelijkertijd ongesteld. Ja, fijn. Lekker. Mam? Ja? Het licht in de badkamer is kapot. Ik koop vanmiddag wel een nieuwe. Maar het is toch al leeg, dus je kunt best wel douchen. Ja, het water is ook ijskoud. Ze hebben de elektriciteit afgesloten. Wat? Ik twijfel of ik mijn telefoon wel moest laten liggen. Maar ik had nog steeds maar 17%. En ze waren me toch al vergeten, dacht ik. Hé, wacht. Ze heeft de telefoon laten liggen. Zullen we verstoppen? Ja. Nee, niet doen. Beetje dom dat Puk haar telefoon daar zo liet liggen. En ik had echt geen zin om haar te wachten en dan te laten komen. Maar het leek me beter om hem gewoon terug te geven in de les. Teruggeven, ik weet dat je hem hebt. Ik heb hem niet gejat. Ja, stop maar met liegen. Ik zag je daar toch zitten? Je gaat toch niet zomaar in iemand anders de spullen zitten? Als je me gewoon laat uitpraten. Ik blijf van mijn tas. Ik geef ook goed. Ik zag je toch zitten? Mevrouw, hij heeft mijn telefoon gehad uit de kantine en nu wil hij me... Het interesseert me helemaal niks. Het interesseert me helemaal niks. Jullie gaan er allebei uit. Puk, als Ryan zegt dat hij er niks mee te maken heeft, dan moet je dat ook accepteren. Ja, hij heeft het sowieso gedaan, 100% zeker. Nou, geef elkaar een hand en beloof elkaar gewoon even met rust te laten. Nee, even een goede hand, een stevige hand. Ja, toe, kijk elkaar aan. Zie je wel, ik wist het. Je wist helemaal niks. Ik heb dat ding alleen gepakt om je te helpen, hè? Nou, als jouw telefoon gejat was, dan zou je ook gewoon boos worden en gestrest. Is toch logisch? Ja, maar toch niet zo boos. Oh, wat was dat heerlijk, zeg. Wat een lekkere douche hebben Stephanie en Romy. Jij mag er ook douchen. Dat heb ik voor ons gefixt. Echt gênant dat mijn moeder bij Romy onder de douche stond. Dat wilde ik echt niet. Maar het was misschien wel de laatste keer dat ik kon douchen. Want ik had namelijk nog een andere brief gevonden. Ga je straks ook nog vragen aan ze of we bij ze mogen slapen of zo? Wat? Nee, waarom? Dat we het huis uit moeten. Heb je nou weer in mijn spullen lopen neuzen? Ik kwam er tegen dat ik op zoek was naar iets om kaarsen mee aan te steken. Wanneer ging je me eigenlijk vertellen dat wij het huis moeten? Dat is gewoon een dreigement. Daar hoef jij je echt geen zorgen over te maken. Nou, het staat er anders wel, hoor. Officiële melding dat u uit huis wordt gezet in verband met een huurachterstand van 6 maanden. 3B? Oké. Ik was te laat voor de les en er was alleen maar plek vooraan. En dat vond ik normaal echt super stom. Maar dit keer was het best wel leuk.
Jongens, het valt me op dat 3B de meesten een beetje lastig vinden. Dus we gaan hem even klassikaal behandelen. Dus let allemaal even... Zit je nou aan mijn spullen? Ja, het zat niet terecht. Ja, er niet aan zitten, alsjeblieft. Juna, ja. Jij snapt de opdracht al, hè? Zie ik. Ja, ik heb hem af. Zou je dan dit van mij even kunnen kopiëren, alsjeblieft? Ja, dat is goed. Dank je wel. Oké, jongens, oefenvraag 3B. Let allemaal even goed op. Ik kreeg dus een appje van Lisa, maar ze zat gewoon nog in de klas. Oftewel, ze was me stiekem aan het appen. Nou ja, ze wilde gewoon dat ik ging zoeken tussen de papieren van Abwab. Lisa die zei dus dat het proefwerk van morgen tussen de papieren zat. Ja, dus ik kijken en ja hoor, gevonden. Nou, eigenlijk toch best wel raar dat Abwab dat zomaar meegaf. Of zou die het per ongeluk hebben gedaan? Nou, Lisa wilde dat ik er foto's van ging maken. Ik werd er gewoon zo moe van dat iedereen mijn hit zo'n stomme braverik vond. Dus toen dacht ik, hier, heb je dat stomme proefwerk. Als je me dan maar met rust laat. Ik heb je echt heel anders ingeschat. Je durft toch wel wat. Ik stuur het alleen door als je belooft dat je het niet mag sturen. Ja. En niet gaat laten zien. Ja, ja. En het is alleen voor ja. jou. En er valt me iets heel vreemds op. Sam. Ja. Wat is je cijfer? Een 9. Voor jou, Lena? Ook 9. Ik zie hier een 9. 9. 9 min. Dit is dus niet mijn schuld. Ik zei nog tegen haar naar niemand anders sturen. Iemand heeft de toets te pakken gekregen. Sorry. Ik ben diep teleurgesteld, ja. Echt waar. Maar ik weet er al wat voor. Iedereen met een te hoog cijfer krijgt automatisch een onvoldoende. Zonde, Juna. Heel zonde. Je had het prima kunnen halen zonder te frauderen. Mijn hoge cijfer kwam niet eens omdat ik had gespiekt. Ik had gewoon geleerd.